Refel Mahmoud. Ik werk bij Diversion, een bureau voor maatschappelijke innovatie. Wat wij eigenlijk doen is oplossingen bedenken voor complexe maatschappelijke vraagstukken. En in dit geval zit ik even in de hoedanigheid van projectleider voor het programma Under Pressure. En hierbij is het complexe vraagstuk natuurlijk, hoe zorg je ervoor dat jongeren aangehaakt blijven bij het gesprek over nieuws, media en participatie in de media. Wat doet het project Under Pressure? Wat wij met Under Pressure doen, is aan de ene kant met jongeren het gesprek aangaan over hun nieuwsconsumptie, mediaconsumptie. En dan ook weerbaar maken tegen desinformatie, fake news. En met hen het gesprek aangaan over complottheorieën. Dat is echt enerzijds het gesprek aangaan vanuit hun eigen beleving. En anderzijds proberen we democratisch burgerschap bij leerlingen en studenten te vergroten als het gaat om persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Ik denk de aanleiding voor dit programma komt voort uit dat we merken en horen en zien dat jongeren zich steeds minder gerepresenteerd voelen in de media. Enkele geluiden uit het klaslokaal is dat we horen dat jongeren aangeven van het gaat in de media altijd over ons, jongeren. Maar wie zijn dat dan? Ik voel me niet, in ieder geval niet aangesproken. Waardoor je zelf een grote groep van de samenleving als het ware buitenspel zet. Heet het dus Under Pressure. Hoe je het moet zien is als een lessenreeks van 2 à 3 lessen. We hebben ook een digitale versie die we hebben ontwikkeld vanwege de coronacrisis. En we hebben de traditionele fysieke vorm. Dat past binnen het schoolcurriculum. Vaak zien we dat docenten daar een mooi ingangetje zien voor vakken zoals burgerschap misschien ook maatschappijleer en dat soort vakken of media georiënteerde vakken. We sturen in plaats van reguliere gastdocenten, sturen we peer educators het klaslokaal in. Dat zijn jonge rolmodellen die niet al te ver afstaan van de belevingswereld van de leerlingen en de studenten. Die vervolgens vanuit hun eigen persoonlijke ervaring het gesprek aangaan met de leerlingen en de studenten. Waarom wij gebruik maken van de peer education methodiek. En dankzij de persoonlijke ervaring die onze peer educators hebben. En ook wel de leeftijd, staan ze veel dichter tot de belevingswereld van de jongeren. Dat maakt het gesprek ook heel anders. Dat kun je waarschijnlijk zelf ook wel beamen, dat je vroeger in de klas misschien veel eerder tegen iemand van je eigen leeftijd dingen deelde of het gesprek aanging met elkaar dan dat je zou delen met je docent. Docenten geven dat zelf ook aan, dat ze dat lastig vinden in die belevingswereld te duiken van de jongeren. En we merken dus dat leerlingen, doordat we echt aangegeven, we zijn geen gastdocenten, maar we zijn gekomen hier om het gesprek met jullie aan te gaan over jullie eigen persoonlijke ervaring, over jullie mening. Merken we dat zo'n laagdrempeligheid ontstaat, een open en een veilige sfeer ontstaat binnen de klas, waarbij leerlingen en studenten veel meer geneigd zijn om te delen. Uit ervaring van Under Pressure zou een gouden tip vanuit mij zijn, ga echt het gesprek aan met de jongeren. Nodig hen uit, dus niet alleen maar qua inhoud, maar ook in werkvormen die je toepast, nodig hen uit om een gelijkwaardig partner te zijn om het gesprek te voeren. Dus niet over hen, maar met hen.